Het gaat natuurlijk ook over wat hij doet en wat hij te zeggen heeft. En dat is buitengewoon veel in kleine, explosieve zinnetjes. Nou, dat is wat Joost Klein, in ieder geval waarom hij mij opviel. En werd gedraaid in mijn radioprogramma De Taalstaat, omdat hij heel op een fantastische manier met de taal omgaat. Hoe vindt het Radio 1-publiek het eigenlijk, als je dat daar draait? Want de Radio 1 heeft iets oudere luisteraars dan wij. En zeggen, we willen meer Joost Klein. We willen nog veel meer Joost Klein. Oké, maar dat is goed nieuws. Echt geweldig als dat gebeurt. Je hebt een geeltje zitten in het boek, en een stukje tekst dat je graag wilde voorlezen. Uit dat nummer wat je zei, hè, van Pinkpop 1983. Ja, 1983. Want daar kan hij niet bij geweest zijn, want hij is geboren in 1997. Hij is pas 26 jaar. Trouwens, een hele leuke jongen. Ik zag hem eigenlijk voor de eerste keer. Een heel grappige jongen. Ook die snor. Ik wou dat ik zo'n snor had. Goed. Hij zingt, ik wil gewoon wat geluk, maar er is niks wat me lukt. Geluk en lukt. Dat vind ik al knap. Maar dan deze zin. Waarom had ik geen horloge toen ik nog de tijd had? Dat is toch... Dat is literatuur. Dat is toch wie verzint zo'n zin? En waarom had ik geen horloge toen ik nog de tijd had? Waarvan ik denk, dat is de tijd waarop zijn ouders nog leefden. En dat hij niet beseft heeft hoe kostbaar die tijd met zijn ouders waren. En waarom heb ik dat toen niet gezien? Nou, die zin vind ik hartverscheurend. Ja. Ik denk, als je zo'n zin kunt maken en daar Europa mee kunt veroveren, en ik hoop de wereld... Het is toch altijd beter om een songfestival te organiseren dan oorlog voeren met elkaar. Dan denk ik dat Joost Klein nog heel ver kan komen. Ja. Dus ik ondersteun mijn jonge collega's van 3FM. En Emma niet te vergeten. Ja. Dus ik denk dat hij heel veel kans maakt. Gaat in het Nederlands? Is dat Nederlands dat natuurlijk niet heel veel mensen spreken? Ja, maar ik denk dat is niet zo heel veel uitmaakt. Want je ziet wel echt bij Joost ook... Ik heb heel vaak dat ik naar zijn teksten luister en dan het wel 5 keer moet luisteren om te denken, ik weet niet waar dit over gaat. Ik snap je niet helemaal. En hij kan ook in Duits zingen, toch? Ja, dat ook. Maar ik denk ook dat het maakt bij hem niet zo heel veel uit. Omdat het gewoon... Het is, hij kan je zo raken. Hij kan je laten lachen. Hij kan je laten dansen. Maar ook laten huilen. Maar die taal die past hem als een handschoen. Ik wil heel eventjes naar Pinkpop. Want dat is het... Want hij heeft ook geschreven het woord Florida. Het lied Florida, dat gaat ook over zijn ouders die overleden zijn. Jij was erbij. Ja, dat was een heel bijzonder moment. Want Joost Klein, zijn genre, noemt die grabberpop. Het is best wel rammen, het is knallen, dat merkt je net ook. Het is up, het is dansen. En in één keer op Pinkpop begon hij met een inleiding... ook over dat zijn ouders daar niet meer zijn. En begon hij een emotioneel nummer in te zetten. En ik had tranen in mijn ogen. Iedereen om me heen op Pinkpop had tranen in zijn ogen. En ook iedereen die je dit fragment laat zien. Je wordt meteen emotioneel, want hoe hij... dat verlies weten verwoorden. En juist in zo'n show met zoveel energie, zo'n rustpunt weten creëren... waar ook iedereen stil is op zo'n festival. Ja, dat is gewoon echt heel bijzonder. We gaan er even naar kijken. Dit nummer is het alleen voor mijn ouders. Daar sta je dan, bij de crematie van je pa. Na al die tijd van vluchten, sta je stil en denk je na. Dit is nooit meer fla, nooit meer fla voor de tv. Nooit meer samen, nooit meer samen kijken naar DWDD, Florida, 2009. Daar kwam ik mezelf tegen, maar heb een steen verlegd in de rivier. En dat ondanks alle regen. Pinkpop, echt dankjewel man, echt dankjewel. Gewoon weer kippenvel, toch? Ja, zeker. Zo mooi. Ja.